Hoi iedereen, een nieuw shoplogje voor jullie en ik ga jullie gewoon even laten zien wat ik heb aangeschaft. Afgelopen weekend was het bij de HEMA korting plakken. Je had bij de folders kortingstickers gekregen en die kon je dus op producten naar keuze plakken. Dan kreeg je 15 of 20% korting, dat is natuurlijk altijd lekker meegenomen. En ik heb daar een aantal producten uit gekocht. Ik laat even de bon bijhouden zodat ik kan... Ja, de wat kosten. Ik kocht deze kit voor je wenkbrauwen in de kleur taupe. Ik heb zelf een wenkbrauwkitje. Die heb ik ooit een keer gekocht bij de Kruidvat. Maar die is dus maar eenmalig, want dat is dan een eenmalige actie die ze dan verkopen. Hij was dan ook maar 2 euro. Je kunt het niet weer kopen. Het is echt een hele fijne wenkbrauwpoeder. Maar helaas, ik kan hem niet weer kopen. En toen was ik toch wel op zoek ook alvast naar een nieuwe, want ja, ik heb graag wat op voorraad liggen. En toen zag ik dus dat de HEMA ze ook heeft. Dat is deze. En daar zitten dan ook nog deze dingetjes bij. Dat zijn dus van die handige hulpstukjes. Daar heb je er 3 van. Ik zal alle 3 laten zien. Deze. En ook nog deze. En die kun je dus gebruiken om je wenkbrauwen... in model te brengen. En dan is dit de kleur poeder. Ik heb een wat lichtere kleur genomen, want hij valt toch wel heel erg donker uit als ik hem rijd een vrachtwagen voor mijn raam langs. Dus vandaar dat het even heel erg donker wordt hier. Ja, dit is dus de kleur en ik vind hem eigenlijk wel mooi. En dan zit er aan de zijkant zit er een schuiflaatje. Die je dus open kunt schuiven. En dan zit daar nog een kwastje in. Nou, of ik hem ga gebruiken weet ik niet. Ik heb zelf een wenkbrauwkwastje. Hij is wel heel schuin afgesneden. Het is wel... Ik denk wel dat ik hem een keer ga proberen. Maar ik heb toch altijd iets met liever met een langer stieltje. Nou, dat is dus de wenkbrauwpoeder. Die kost normaal 6 euro. Daar ging nu... even kijken hoor. 1,20 euro vanaf. Dus hij was nu 5,80 euro. 4,80 euro zelfs. Ja, het is wel eventjes een verschil. Dan kocht ik ook nog... hier zitten de stickers zelfs nog op. Die zal ik er even afhalen. Een bronspoeder. Ik moest een... eigenlijk wel op zoek was ik naar een nieuwe. Want mijn bronspoeder is bijna op. Ik had een bronzer van Essence. Helaas is die niet meer te koop. Dus toen was ik eigenlijk wel op zoek naar een alternatief. En ik wist dat de HEMA dit ook verkocht. Dus dat is deze geworden. Het is eigenlijk ook gewoon een standaard kleur. Er zit niet echt een kleur op. Er zit een subtiel glittertje in. Deze poeder kost 5 euro per stuk. Daar ging nu 75 cent vanaf. Dus ja, het is niet superveel. Maar ja, korting is korting denk ik dan. Ik ga deze ook nog wel reviewen, want ik ben zelf heel erg benieuwd ook hoe die is. Maar daar moeten jullie voor mij even mijn site in de gaten houden. Maar in ieder geval, deze kocht ik dus ook. Dus dat was dat van de HEMA. Ik ben ook bij de Ethos geweest. Bij de Ethos... kocht ik highlighter illuminator. Het is een highlighter in een tubetje. Ik zag deze voorbij komen op een aantal blogs en ik was zelf op zoek nog naar een highlighter. Ik wist eigenlijk niet dat Ethos dit had. Ik kom niet heel veel bij de Ethos, moet ik zeggen. Als producten zijn, ja, dan koop ik ze daar wel. Maar het is niet dat ik dus weet wat Ethos allemaal in het assortiment heeft. Nou vond ik deze wel... ja, erg handig. Zo'n tubertje kost 2,99. En dan
Ja, even kijken. Ik weet niet hoeveel erin zit. 12 milliliter. En ik ben wel heel erg benieuwd hoe deze ook werkt. Dus ook deze zal een review over verschijnen. Dus op mijn site. Zou die dan even in de gaten als je er benieuwd naar bent. Dan ben ik ook nog bij het kruidvat geweest. En bij de kruidvat had je 2 nagellakjes voor 3 euro. En ik heb Glow in the Night gekocht. Het is gewoon een topcoat. En ja, ik was wel benieuwd. Ik zag deze staan. Of het echt werkt, ik heb geen idee. Ik heb hem er nu toevallig op zitten over deze kleur nagellak heen. En hij is ook wel toffer. Het is geen glimmende topcoat. Maar ja, nou, ik ben er wel blij mee. Maar volgens mij werkt het effect niet echt. Maar nou, ik laat hem wel zien, want ik heb hem wel gekocht. En die is dan 1,89 per stuk. En dan had je er 2 voor 3 euro. Goed, dat was dat. Dan ben ik ook nog bij de Action geweest. Bij de Action kocht ik onder andere deze Touch Pen. Dit is een pen en ja, stift in één. Als je de dop eraf had, kun je ermee schrijven. Maar je zit ook een, ja, een rondje aan om op je tablet of je telefoon te kunnen. Deze waren 95 cent. Je had ook een andere versie. Die kon je indrukken, die pen aan de onderkant. Maar ik vond deze eigenlijk leuker, dus ik kocht deze. Ik heb ook een hangertje gekocht voor aan mijn telefoon. Dat is deze. Deze was 99 cent. Je hebt een lipglossje, een touchscreen pennetje en gewoon een hangertje. En ik vond dit wel een leuk setje. En eigenlijk, de Action bij mij in de buurt heeft dit soort spullen eigenlijk bijna nooit meer. Want het is dan al wat langer in het assortiment. En dan komt het eigenlijk niet meer terug. Maar meestal als ik naar een ander filiaal van de Action ga, dan hebben ze het daar nog genoeg. En die is ook een stukje groter. Dus daar kom ik wel heel graag. En ik vond deze met dat balletje ook wel leuk. Dus vandaar dat ik die heb gekozen. En als laatste kocht ik een clutch bij de Action. Dat is deze. Deze was 3,50 euro per stuk. Er zit hier ook een vakje aan de voorkant en dan een vakje aan de binnenkant. Als ik moet rijlessen dan... Oh, zelfs ook nog een vakje aan de binnenkant. Als ik moet rijlessen dan, ja, vind ik het niet zo handig om echt mijn handtas mee te nemen. Want dan, ja, neem ik geen geld mee of wat dan ook. Make-up hoeft ook niet mee. Het is gewoon puur dat mijn telefoon erin kan, mijn sleutels en gewoon mijn ID-kaart. Daarom vond ik deze wel erg makkelijk. En je lekker compact. Je had ze in verschillende kleuren. Ik heb gewoon zwart gekozen. Omdat zwart overal bij past. Het is ook leuk met kerst of zo. Als je dan weggaat dat je gewoon een klein tasje bij je hebt. Dus deze heb ik daar ook gekocht. Nou, dit was ook de shoplog van de Action daarbij. En dan heb ik nog 1 winkel. Waar ik ben geweest. Deze heb ik gekregen. Zal ik je zo even laten zien. Vind ik echt leuk. Nou, begin eens met deze. Bij de blokken had je nu allemaal cosmetica houders. Echt organizers. Ik was zelf ook op zoek naar het bakje voor de wattenstaafjes. Die hadden ze helaas nog niet binnen. Maar daar ga ik zeker nog even voor terug. Deze heb ik voor mijn vriend gekregen. Deze organizer met laadjes. Ik ben er echt super blij mee. Ik vind hem echt super, super leuk. Super handig, super mooi. Echt alles wat je maar op kan noemen. En ja, je kunt gewoon, ja, laadjes. Ik hou echt van die laadjes. Die bakjes met laadjes. En ja, deze is doorzichtig. Die past echt super mooi bij mijn andere organizers. Ik vind het gewoon super. Hij was 4,99 euro bij de blokker. En ja, ik heb hem nog niet zelf gekocht, maar ik wilde jullie hem absoluut niet onthouden, omdat ik er gewoon super blij mee ben. En ja, helemaal geweldig. Dat was die. En ik heb zelf bij de blokker heb ik nog een hoesje gekocht voor mijn iPhone.
Ik vond ze al zo lang zo leuk. Het is een tasje. En dan kun je dus zo je telefoon erin steken. En ja, ik vind hem echt wel handig. Want je hebt ja, gewoon je dopjes verder vrij. En ja, je iPhone kan er zo in. En dan zit ja, de homeknop echt bij het rondje. En ja, het is ook wel eens een keer leuk om te veranderen. Ik heb niet heel veel hoesjes, moet ik zeggen. Ik heb dan een aantal. Ik heb er laatst nog eentje gewonnen toevallig. Maar ja, ik heb meestal dezelfde eromheen. Maar ik vond deze ook wel leuk, want er hangt ook een heel klein tasje aan. Als accessoire. En je kunt hem dus dan zo vasthouden. Hij was €1,99 en ik ben er wel heel blij mee. Dit was eigenlijk mijn shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ja, mocht je over een product wat willen weten, laat het dan gewoon weten bij de comments. En voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En nou, heel graag tot de volgende keer. Doeg!